dat jij met Annelie. Toen jij met hem aanrijdt, liep jij net zo. Jij hebt ook bij de berg gestaan. Yeah. Ja. En ik zie je net zo ver, hier op, bijna hier het pad. Ik dacht wel Anna. Nee, ik denk dat Anna onderhand wel een babytje moet krijgen. Ja, ik wil zeggen, hier is er aan bevallen langs, want toch? Ja, het zal wel tijd worden. Ja. Maar ik kreeg een week of twee, drie geleden, kreeg ik nog een week of twee geleden een mailtje van me. Dat alles nog heel rustig was. En, ze voelde zich ook nog heel goed. En, dus ja, meestal die eerste kunnen wel eens wat later zijn. Hè. Maar het ging allemaal super. Nou, ze is een teken dat ze tevreden is. Er is een klein meisje erbij. Oh, dat hebben ze al bekend gemaakt? Ja. Ik wist wel dat het een meisje was. Dus ik had er al eens een keer gepest. We hebben ook zo van, oh, ben je al naar de pufklas geweest en zo? Dat is niks van Anne natuurlijk, dat weet je van tevoren wel. Nee, dat doen we niet. Het is natuurlijk je mooie roze kamertje. Ze zit dit bijna niet te zeggen, maar ik heb wel een roze vloerkleed in de kamer. Oh, ik... In de pauze. Ja. Even kijken. Oh, nee.
Ja, ik heb mijn eigen videocamera ook bij me. Maar dan kun je eigenlijk niet verder, want er is er omheen niet. Zolang ze niet... Ze is wel tevreden. Ze ben je tevreden? Ja, ik ben wel tevreden. Ja.